Op de tweede dag van de Dutch Open in de topsporthal in Almere kwam BV Almere speelster Cheryl Seinen in actie. Samen met haar partner Selena Peek deed zij goede zaken in de eerste ronde van het damesdubbelspel. Seinen en Peek wonnen overtuigend van het Letse duo Iva Popen en Monika Radowska met 21-11 en 21-8. Het was de eerste wedstrijd, we moesten altijd even inkomen hier, thuisfront, altijd leuk. Het is wel iets meer zenuwen erbij natuurlijk, maar ja, het was inderdaad wel een wat makkelijkere overwinning. Makkelijke overwinning, doel is natuurlijk denk ik om hier de winst te pakken. Is dat mogelijk? Alles is mogelijk en we gaan daar zeker voor, maar het deelnemersveld is zeker sterk. Er zijn ook wat Aziatische koppels hier, dus het wordt een leuke weg naar de finale als we het gaan halen. Sinds 2017 vormt Seinen een duo met Selena Peek. Zij deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, toen nog met Eefje Muskens. Maar zij stopte een jaar later weer met badmintonnen. Zodoende ben ik aan haar gekoppeld. En nu zijn we ons derde jaar bezig en al goede prestaties geleverd. En is er veel van haar geleerd? Zeker. Ze heeft de ervaring en dat merk je ook wel in bepaalde posities en in vreemde hallen. Dat met de wind, die ervaring heeft ze wel en dat geeft ze ook door aan mij. Seinen en Peek wonnen in juni van dit jaar goud op de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk. Het doel van de twee is nu de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Seinen droomt van een medaille, maar het verschil met de echte wereldtop is nog groot. Nummers 1, 2 en 3 die zijn toch nog wel nu nog een tandje te hoog voor ons. Maar ja, we hebben nog een heel jaar tot de Olympische Spelen als we ons wel kwalificeren om daarin toe te groeien. Seinen speelt naast BV Almere ook nog competitie in Denemarken. Bovendien heeft zij nu haar focus gericht op de Spelen. Toch hoopt zij BV Almere dit jaar toch af en toe bij te kunnen staan in jacht naar de landstitel. We hebben zeker een sterk team, maar blessures zijn ook het geval bij Almere. Waar we goed voor bezig zijn om terug te komen. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan de goede weg nu. We staan volgens mij nummer 1 in de pool nu. Dus we gaan de goede kant op. Donderdag speelt het duo in de volgende ronde van de Dutch Open. Dan tegen het Zweedse duo Clara Nystad en Moja Show.